Het is heel herkenbaar voor wie al eens met de tram rijdt. Auto's die geen voorrang verlenen, vrachtwagens die in de weg staan en voetgangers die de doorgang van de tram belemmeren. De lijn heeft nu zelf eens gefilmd hoe moeilijk het is om vlot door te rijden. Deze tram op lijn 24 in Deurne doet normaal 51 minuten over zijn traject. Door al die kleine obstakels samen duurt dat tot een kwartier langer. Dat is een kleine 30% dat hij er langer over doet. Dat is een kwartiertje voor die ene rit niet veel, maar voor 60 spitsritten per dag gaat het al om 15 uur voor één tramlijn en we hebben veel meer lijnen dan die ene. Het kost niet alleen veel tijd, maar ook veel geld. Als de doorstroming vlot zou gaan, zouden ze op hetzelfde traject 4 of 5 trams minder nodig hebben. Een besparing van ongeveer 1 miljoen euro op jaarbasis, alleen al voor die ene lijn. Dat is geld dat je ergens anders kan inzetten, aanbod op een andere plaats. En daarnaast, en dat is misschien wel het belangrijkste, onze reizigers gaan veel beter op tijd kunnen komen, gaan veel beter kunnen rekenen op stiptijd van hun bus of tram. Openbaar vervoer wordt veel aantrekkelijker tegenover de auto, wat de leefbaarheid in de steden natuurlijk ten goede komt. Het is trouwens geen probleem van de tram alleen. Bussen ondervinden in de steden evenveel hindernissen. Die lopen dus evenveel vertragingen op.